verschillende opleidingen gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want... Van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant op. Moraalwetenschappen is voor velen een groot onbekende. Maar als je geïnteresseerd bent in ethische debatten, morele vraagstukken, sociaal-maatschappelijke thema's en sociaal geëngageerd bent, dan is hoogstwaarschijnlijk de opleiding moraalwetenschap uitstekend voor jou. Dat is te zeggen, de opleiding moraalwetenschap combineert een belangrijke wijsgerige, maar al filosofische vorming met een sociaal-wetenschappelijke training op het vlak van het onderzoek van het morele fenomeen en de morele dimensie van ons leven en samenleving. Maar een wetenschapper gaat op zoek naar wijsgerig onderbouwde, wetenschappelijk geïnformeerde inzichten, standpunten, meningen die hij of zij kan innemen ten overstaan van dit soort van morele thematieken. Dat betekent dat de moraalwetenschapper tijdens zijn studie of haar studie een belangrijke dosis moraalfilosofische vakken krijgt te verwerken, maar ook een uitgebreid deel wijsbeheer, de algemeen wijsgerige vakken, zal studeren. En, dat is zeer belangrijk, een belangrijke troef van de opleiding moraalwetenschappen, ook een grondige initiatie krijgt en training krijgt in sociaal-wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden, zowel op het vlak van kwalitatief als kwantitatieve methoden. Dat betekent dat als je moraalwetenschappen bestudeerd hebt, je iets kunt. Je hebt niet enkel een brede wijsgerige achtergrond, je hebt ook een goede training in sociaal-wetenschappelijke onderzoeksmethoden. En dat helpt uiteraard als je later aan de slag wil gaan in een aantal diverse sectoren. Naast de basisvakken tijdens je studie heb je ook de keuze van een minor. En er zijn een aantal minoren die worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld recht, psychologie, economie, sociale politieke wetenschappen, cultuur en diversiteit. En via die minor, wat ook een belangrijk stuk is van je opleiding moraalwetenschappen, van de bacheloropleiding, kan je je eigen interesses verder ontwikkelen. Naast of na de bacheloropleiding ga je dan verder naar de masteropleiding. En de masteropleiding biedt je een interessante keuze en selectie van meer toegepaste ethische vakken, zoals bijvoorbeeld wereldethiek, sociale politieke ethiek, seksuele relatieethiek, bioethiek, waardoor je je eigen interesses eigenlijk nog verder kan gaan verdiepen. En daarnaast heb je ook een aantal keuzes. Dat betekent dat de moraalwetenschap een aantal belangrijke troeven heeft wanneer hij of zij afgestudeerd is en in een waaier van diverse disciplines en sectoren aan de slag kan. Sommigen kiezen voor het onderwijs, uiteraard. Anderen gaan aan de slag in sociaal-culturele sectoren en instellingen. Anderen kiezen voor een job binnen het brede veld van de morele consulentie of de morele begeleiding en gaan aan de slag in ziekenhuizen, in gevangenissen. En andere belangrijke centra die te maken hebben met morele thematieken. Maar anderen zoeken het iets exotisch. Ze gaan in de diplomatie, in de journalistiek. Ook een aantal mensen die daar een belangrijke rol in spelen nu. Dus je hebt wel een aantal troeven en het afzetgebied is redelijk breed. Wie studeert er moraalwetenschap? Wel, zoals ik in het begin zei, mensen die vaak sociaal geëngageerd zijn. Dat helpt. Dat is geen extra voorwaarde. Maar dat betekent ook, en dat zien we wanneer we naar onze inschrijvingen kijken, dat de opleiding moraalwetenschap zeer populair is via het verkorte bachelorprogramma voor die studenten die daarvoor al een professionele bachelor hebben gevolgd. Een professionele bachelor vaak die meer sociaal georiënteerd is. En deze mensen schuiven dus in via het verkorte bachelorprogramma. En kunnen daardoor hun eerdere vorming nog verder academisch verdiepen en ze zullen daarmee uiteraard ook hun kansen op de arbeidsmarkt verder scherper stellen en hun mogelijkheden nog vergroten. Bij de moraalwetenschappen bied je een zeer interessante mix van het oude en het nieuwe. Van wijsbegeerte, de geschiedenis, moraalfilosofie, het kritisch denken, zowel als het sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Dat betekent dat je als het ware op een draaischijf en een knooppunt van verschillende werelden staat en daardoor ook gewapend bent in deze moeilijke, complexe en soms wel intrigerende en uitdagende tijd. Moraalwetenschappen studeren is fun, is interessant, daagt je uit, je neemt jezelf als object, zoals men dat soms zegt, en het is zeker de moeite waard om eens te bekijken.